We zien die digitale samenleving inderdaad overal om ons heen. Onze smartphones, sociale media, slimme apparaten in huis of slimme apparaten op straat. En we worden ook steeds afhankelijker van. Dus wij zien bij het Rathenouw Instituut die digitale samenleving als een transitie die ook allerlei maatschappelijke vragen oproept. En nu begint het besef door te dringen dat we daar misschien een beetje te snel op de wasmiddelenreclame zijn afgestapt. In het verleden was het hele thematiek over automatisering, informatisering was ondergebracht ergens bij een subcommissie. We staan in die informatiesamenleving. Die informatiesamenleving is een werkelijkheid. Wat is daar nou verantwoord? Wat is ook ethisch verantwoord? Dat is nog een hele puzzel soms.